Hallo, een nieuwe week, een nieuwe aflevering van Schrijversportretten. Het begint misschien een beetje op een tv-reeks te lijken, maar wees gerust, het is eigenlijk nog altijd gewoon een simpele videoles. Of lesvideo, zoals je het wil zeggen. Vandaag gaan we weer heel ver terug in de tijd. Zoals je al in het titelbeeld kon zien, staan er vandaag twee dingen op het programma. Ten eerste het Egidiuslied uit het Gruuthuse handschrift. En ten tweede, de man die wel eens de grootste schrijver en dichter uit de geschiedenis van het Nederlands wordt genoemd. Joost van den Vondel. Tijd om weer even terug te flitsen in de tijd, met andere woorden. Hou je vast, want misschien wordt het zelfs een emotioneel tripje. Het eerste onderwerp dat we vandaag bespreken is het Egidiuslied. Laat me maar meteen met de deur in huis vallen en de tekst waarover we het zullen hebben is voorlezen. Ik gebruik hiervoor dit screenshot van pagina 205 uit je boek. De woordverklaringen in de marge kunnen je helpen om de tekst te begrijpen. Maar misschien beluister je het wel best twee keer. Daar gaan we. Egidius, waar best u bleven? Milang na die, gezellen mijn. Du koor die dood, du liet mit leven. Dat was gezelschap, goed en de fijn, het skeenteen moesten gestorven zijn. Nu best u in den troon verheven, klare dan den zonneskijn, alle vreugd is die gegeven. Egidius, waar best u bleven? Milang na die, gezellen mijn. Du koor die dood, du liet mit leven. Nu bid voor mij, ik moet nog sneven, en de in de wereld lieden pijn. Verwaren mijn steden die beneven, ik moet nog zingen een liedekijn, nochtans moet emmer gestorven zijn. Egidius, waar best u bleven? Milangt na die, gezellen mijn. Du koors die dood, du liets mij het leven. Jazeker. We gaan nog voor een laatste keer terugkeren naar dat vermaledijde Middel-Nederlands, dat ondertussen toch min of meer als een rode draad door dit schooljaar loopt. Ik kan immers niet anders dan jullie ook nog kennis te laten maken met deze iconische tekst uit de Nederlandse literatuur. Het heeft al veel lezende zieltjes week gemaakt, en daarnaast is het ook een heel belangrijke tekst. Ik vertel er jullie graag iets meer over. We zullen de bespreking doen aan de hand van de vragen die je in het handboek onder de tekst terugvindt. Zoals je daar in vraag 4 leest, is het Egidiuslied, zoals deze tekst heet, een elegie. Dat woord betekent zoveel als een klaagzang bij het overlijden van een geliefde persoon. De dichter zoekt troost en berusting, maar ervaart enkel pijn en verdriet. Je ziet dat je in deze vraag op zoek moet naar drie elementen waarvan de dichter gebruik maakt om zijn wanhoop en tristesse te tonen. Laten we beginnen met vraag B. Om een retorische vraag, dat is een vraag waarop geen antwoord wordt verwacht, maar die puur gesteld wordt omwille van de retorische, de spreekkunstige, als je het zo wil zeggen, de spreekkunstige waarde ervan. Om zo'n vraag te vinden, moet je niet verzoeken. Het allereerste vers van dit lied is immers al meteen raak. Egidius, waar best u bleven, is een duidelijke retorische vraag. Egidius kan de vraag niet meer beantwoorden aangezien hij gestorven is. Dat de dichter de vraag dan toch nog stelt, is ingegeven door verdriet en gemis. Als we dan zoeken naar element A, de herhalingen, dan ligt de herneming van strofe 1 als een soort van refrein natuurlijk voor de hand. Element C is misschien wel het moeilijkste te vinden. Nochtans is de tegenstelling in het laatste vers toch behoorlijk duidelijk. Du koors die dood, du liets miet leven. Dat vers houdt een toch behoorlijk scherpe tegenstelling in. En wel in één en hetzelfde vers.
Du koos die dood, jij koos de dood, heeft hier trouwens niet de betekenis van zelfmoord plegen, zoals je misschien denkt. Het is bedoeld om de situatie van de overledene positief voor te stellen in vergelijking met die van de dichter, die dus nog verder moet met zijn leven, aangezien zijn lied nog niet uit is. En als we dan kijken naar vraag 5, dan zien we dat we nog wat dieper moeten ingaan op de vorm. Het rijmschema, de rijmklanken, de herhaling, het klankspel met als uitdrukkingsvormen alliteratie en assonantie. Voor al deze elementen verwijs ik naar je kennisoverzicht vanaf pagina 321. Deze elementen moeten ons helpen om een type gedicht, namelijk het rondeel, te definiëren. Laten we beginnen met te stellen dat dit middeleeuwse gedicht effectief een rondeel is. Dat is oorspronkelijk een danslied met wisselzang voor koor en solist. Het is ontstaan in de Provence, in het zuiden van Frankrijk in de 13e eeuw. Het rondeel kun je herkennen aan enkele punten die ik nu graag voor je opsom. Ten eerste zou een rondeel niet meer dan 2 rijmklanken mogen tellen. Daarnaast worden strofen vaak gezongen door de solist, waarbij het koor, ter afwisseling dus, het refrein tussendoor herhaalt. Ten derde moet ik eraan toevoegen dat er verschillende types bestaan, afhankelijk van het rijmschema en het aantal versregels. Het Egidiuslied telt 19 versregels en heeft daarbovenop ook een opvallend rijmschema, namelijk ABA, BBABA, ABA, ABABB, ABA. Dat is bijzonder. Waarom? Omdat de 2 strofen, tussen de refreinen dus, een omgekeerd en dus min of meer gespiegeld rijmschema hebben. Tot zover dus de kenmerken van een rondeel, toegepast op het Egidiuslied in dit geval. Tijd om dan weer eens uit te zoomen en bij wijze van afsluiter van dit deeltje te kijken naar de historische context van deze tekst. Bij vraag 6 zie je 3 deelvragen, waarbij gezocht wordt naar 3 dingen. Wie is Egidius? Wie is Jan Moritoen? En wat is het Gruuthuse handschrift? Laten we beginnen met de eerste vraag. Wie was nu die Egidius waarover dit lied gaat? Wel, heel waarschijnlijk was dit een bruggeling, die trouwens heel wat talenten had. De man met de naam Gillis Honijn, waarschijnlijk, zou een 14e eeuwse makelaar, politicus, kerkmeester, zanger en dichter geweest zijn. Egidius zou daarbij dan de gelatiniseerde versie van de voornaam Gillis zijn. Hij overleed onverwacht in 1385 op jonge leeftijd. En op dat moment zou gebleken zijn dat hij tot over zijn oren in de schulden zat. Egidius is dus de persoon die door de dichter wordt gemist. Misschien omdat hij hem nog geld moest, maar dat weet ik niet. Maar wie is die dichter? Dat is de tweede vraag. Wel, daarvoor moeten we dus eens gaan kijken naar de tweede deelvraag. Wie was Jan Moritoen? En het antwoord daarop is dubbel. Enerzijds kan ik zeggen dat Jan Moritoen bondwerker was en daarnaast bekleedde hij van 1413 tot 1414 ook een schepenambt in Brugge. Hij behoorde dus tot de Brugse elite van die tijd. Anderzijds kan ik niet met zekerheid zeggen dat hij het Egidiuslied heeft geschreven. Maar het zou wel kunnen. Jan Moritoen is immers de auteur van minstens 1, maar misschien wel meerdere liederen uit het Gruuthuse handschrift. En daarmee zijn we bij de derde deelvraag aanbeland. Wat is dat Gruuthuse handschrift? Wel, dat is een handschrift, een manuscript dus, waarin gebeden, liederen en gedichten van de Brugse notabelen uit de late middeleeuwen zijn verzameld. Het Egidiuslied, dat daarin staat, is trouwens niet het enige lied waarin deze Egidius wordt vermeld.
Uit lied nummer 100 uit het manuscript kunnen we afleiden dat Aegidius een medezanger moet zijn geweest van de dichter. Het Gruuthuse handschrift wordt beschouwd als het hoogtepunt van de Vlaamse middeleeuwse orale literatuur. Het werd genoemd naar Lodewijk van Gruuthuse, een welgestelde brouwer en raadsman van de machtige Bourgondische vorsten. Momenteel bevindt het handschrift zich in de Nederlandse Koninklijke Bibliotheek te Den Haag, maar het kan ook volledig online worden geraadpleegd. Het Aegidiuslied zit dus in dit handschrift en zou volgens letterkundeprofessor Frits van Oostrom het meest gebloemleesde Nederlandse gedicht ooit zijn. Je vindt het dus vaak terug in bloemlezingen. Misschien ook wel in de jouwe. Of kies je misschien voor iets van Joost van den Vondel? Want die staat nu eenmaal als volgende op het programma. Voorwaarts in de tijd. Kom, we gaan eens kijken. Het tweede deel van deze videoles gaat over Joost van den Vondel. En ook nu zou ik graag beginnen met een tekst. Ik lees Kinderlijk van Joost van den Vondel, een gedicht uit zijn Verscheiden gedichten uit 1644, dat je op pagina 206 in je boek terugvindt. Daarna gaan we aan de slag met de vragen die je eronder ziet staan en geef ik wat aanvullende biografische info over de dichter. Maar dus eerst de tekst. Constantijntje, zalig kindje, cherubijntje van omhoog, dijdelheden hier beneden, uitlacht met een lodderoog. Moeder, zijt hij, waarom schrijt gij, waarom grijt gij op mijn lijk? Boven leef ik, boven zweef ik, engeltje van het hemelrijk. En ik blinker, en ik drinker, tgeen de schinker alles goeds, schenkt de zielen die daar krielen, dertel van veel overvloeds. Leer dan reizen met gepeizen naar paleizen uit het slik, deze wereld die zo dwerrelt, eeuwig gaat voor ogenblik. Zo, hopelijk merk je alleen al aan de taal dat we hier ongeveer 300 jaar dichter bij het heden zijn gekomen in vergelijking met het Aegidiuslied. Dat maakt het misschien iets toegankelijker en makkelijker om mee aan de slag te gaan. We bespreken eerst vragen 8, 9 en 10 en kijken dan eens naar de dichter zelf. Om te beginnen neem ik vraag 8 en 9 samen. Als we het gedicht bekijken, dan kunnen we in feite al starten met te zeggen dat het uit 16 versen bestaat. Dat is objectief vaststelbaar, dat is een feit. Dat maakt het ons gemakkelijk. Als we het in 4 gelijke delen verdelen, dan hebben we dus 4 strofen van 4 versen. Als we dan op zoek moeten naar de twee delen waaruit het gedicht volgens vraag 8 zou bestaan, dan moeten we opletten. Dan mogen we niet zomaar halfweg knippen, maar moeten we naar de inhoud kijken. En als we dat doen, dan zien we dat het in strofe 1 tot en met 3 gaat over de toestand en de woorden van Constantijntje, het vijfde kind van de dichter. De baby werd geboren in 1632 en leefde maar enkele maanden. Constantijntje spreekt echter zijn moeder toe vanuit de hemel. Hij probeert haar te troosten door erop te wijzen hoe heerlijk het eeuwig leven in de hemel is. Hij snapt de dwaze stervelingen niet die vasthouden aan het leven op aarde en treuren om de doden. In de laatste strofe krijgen we dan een soort van conclusie. Je moet je de dood anders leren voorstellen, als een paradijs met paleizen, een hemelrijk met overvloed. En je mag je niet vastklampen aan het aardse bestaan, inclusief het verdriet om de overledenen dus, want dat is maar tijdelijk. Het verschil van toon, waarnaar in 8c wordt verwezen, hangt hier dan ook automatisch mee samen. In de eerste 3 strofen is de toon kinderlijk opgewekt en opbeurend. In de laatste strofe wordt de toon ernstig en moraliserend, een beetje belerend, met een boodschap. En die boodschap die blijft
optimistisch, gelukkig. Het eeuwige overwint het tijdelijke. En dat geeft hoop. Wat rijm en metrum betreft, zal ik kort zijn. De tweede en vierde versregel van een strofe rijmen telkens op elkaar. En dit is meteen ook de basis van de onderverdeling in vier strofes van daarnet. Daarnaast hebben we ook binnenrijm, dat wil zeggen dat er binnen één vers woorden op elkaar rijmen, zoals Constantijntje en Keintje. Het metrum bestaat vooral uit een opeenvolging van beklemtoonde en onbeklemtoonde lettergrepen. Dit noemt men trocheën. Ik heb dit jaar in feite iets te weinig stilgestaan bij metrum. En daarom zou ik graag hebben dat je in de tijd die rest bij deze video of na deze video, dat je de link bekijkt naar een korte maar professionele uitleg in de beschrijving van deze video. Ik zal hier trouwens ook een vraag over stellen in het Google Form. En dan moet ik enkel nog vraag 10 even behandelen vooraleer we het over de dichter zelf kunnen hebben. In vraag 10 moeten we op zoek naar de betekenis van of de verklaring voor twee belangrijke begrippen uit de barokkunst. Ik leg dus even uit wat de termen vanitas en memento mori betekenen. Het eerste begrip is vanitas. Dit Latijnse woord betekent letterlijk ijdelheid, leegheid en verwijst naar de vergankelijkheid van het aardse bestaan. Alles is vergankelijk, alles gaat weg. In de schilderkunst is het vanitas schilderij een genre dat een grote populariteit kende in Holland in de 17e eeuw. Ongetwijfeld heb je daar al iets van gezien bij kunstgeschiedenis of esthetica of iets dergelijks. De tijdelijkheid en de zinloosheid van het aardse leven worden er met schedels, gedoofde kaarsen, verwelkte bloemen, overrijp fruit, vergane boeken, muziekinstrumenten, klokken of omgevallen glazen verbeeld. Het tweede begrip is memento mori. Dit is een Latijnse spreuk die letterlijk betekent gedenk dat je zult sterven. Het wil de mens eraan herinneren dat hij sterfelijk is. Het memento mori komt vaak als thema in de kunst voor. In dit gedicht komen beide ideeën aan bod. Enerzijds brengt de dichter in herinnering dat we allemaal sterven in het vers Leer dan reizen met gepeizen. Leer reizen of leven met in gedachten dat we allemaal ooit dood moeten gaan. Anderzijds staat vanitas of ijdelheid centraal in versregel 3, waarin dijdelheden hier beneden worden aangehaald. Voeg daar dan nog de barokke tegenstelling tussen het hemelse en het aardse, het tijdelijke en het eeuwige leven aan toe, en je merkt dat dit een prachtig voorbeeld van barokke kunst in de literatuur is. Maar wie heeft dit geschreven? Laat me het tot slot nog even over Joost van den Vondel hebben. Joost van den Vondel. Een naam als een klok. Hij was een Nederlandse dichter en toneelschrijver die algemeen gezien wordt als de grootste schrijver en dichter uit de Nederlandse taal. Dat is een stevige titel, als je het mij vraagt. Hij werd geboren in Keulen en woonde het grootste deel van zijn leven in Amsterdam, waar hij ook op 91-jarige leeftijd, ja, je hoort het goed, 91-jarige leeftijd overleed. Dat was trouwens uitzonderlijk oud voor die tijd. Hij overleefde daarmee al zijn kinderen en op één kleinzoon na ook al zijn kleinkinderen. Vondels oeuvre bestaat uit onder meer 33 oorspronkelijke en vertaalde treurspelen, uit leer-, lof- en hekeldichten en uit vertalingen van klassieke schrijvers. Schrijvers uit de klassieke oudheid dus. Het Amsterdamse Vondelpark werd naar hem genoemd, na de onthulling in 1867 van het Vondel Monument. Zijn bijnamen zijn de Keulse Zwaan, niet zo belangrijk, en de Prins der Dichters, wel belangrijk. Vondel kende trouwens ook P.C. Hooft, waarover we het eerder hadden. Ze waren zelfs bevriend, tot op een bepaald moment, want er was een oneenigheid in verband met geloof, en dat zorgde ervoor dat Vondel niet meer welkom was bij die andere grote dichter, bij P.C. Hooft.
Enkele belangrijke titels van deze belangrijke auteur zijn Gijsbrecht van Aemstel en Lucifer. Van deze twee treurspelen, dat zijn ernstige toneelstukken dus, wordt al sinds de 19e eeuw vooral Lucifer als absoluut hoogtepunt beschouwd. Vondel schreef ook leerdichten, dat is poëzie waaruit de lezer iets kon bijleren, vaak over het geloof, een belangrijke kwestie in die tijd. Hij schreef ook hekeldichten, en dat is poëzie waarin iets of iemand, vaak anders gelovigen en hun overtuigingen, werden aangeklaagd en korte gedichten, waaronder sonetten, een vorm die we ook al hebben besproken. Vondel schreef trouwens ook het, naar alle waarschijnlijkheid, kortste Nederlandstalige gedicht ooit, en hij won daarmee een dichtwedstrijd. Het gedicht, dat sommigen onder jullie al kennen, luidt U nu, en is dus een soort van uitdaging naar de organisatoren van de dichtwedstrijd en ook naar zijn concurrenten toe. Voilà, U nu, probeer het maar eens. Het gedicht is daarboven ook een palindroom, wat betekent dat je het van voor naar achter en van achter naar voor kan lezen. Het laatste gedicht van deze grootste dichter, die trouwens regelmatig met Shakespeare wordt vergeleken, en dat is hoogstwaarschijnlijk meer dan terecht, werd meteen ook zijn grafschrift. Op zijn graf staat spottend te lezen: Hier lijdt Vondel zonder rouw. Hij is gestorven van de kou. Zo, dat was het voor deze videoles. Twee iconen van de Nederlandse literatuurgeschiedenis. U met plezier en bijna gratis, het belastinggeld van uw ouders neem ik graag in ontvangst, aangeboden in deze speciale tijden. Hou jullie goed, vul het Google Form in en wees flink en verstandig, lieve kindjes. Tot de volgende keer. Yeah.